Kok. Goedemorgen, goede vrienden. Het wordt frisjes, jong. En wat hoor ik? Je moet iets meer in beeld. Je staat helemaal uit. Oh, ja. Oh, ik zit ernaast bijna, ja. Ja. Hé, hey, maar ja? Het is frisjes. Het wordt toch wat minder nou met dat weer, hè? Ja, maar voor jou, want jij hebt dadelijk Europees kampioenschappen, hè? Ja, ik heb een Tegelen bij Van Tienen dadelijk. Echt wel een toptoernooi, moet ik zeggen. Met allemaal Europese toppers. Ja. Biljart artistiek. Oké. Okay. Mag daar zelf ook bij toe behoren, denk ik. Ja, dus, ja. Maar bijvoorbeeld Erik Vijverberg, noem maar René Derks. Het zijn allemaal echt wel Nederlandse. Erik is Europees kampioen geweest. Dus die zijn dadelijk de 2 dagen te zien. Begint om 11 uur. Nou, het lijkt me hartstikke leuk. Ja, ik vind het natuurlijk leuk, maar ik hoop dat er ook mensen zijn die het leuk vinden. En komen er ook mensen? Kunnen gratis, hè? Ik kan wel zeggen, er zijn nog kaarten, maar het is gewoon gratis. Is het COVID-proof? COVID-proof, ja, zeker weten, zeker weten. Nou, wat willen we nog meer? Wat willen we nog meer? Heb jij nog wat mee? Je hebt een beetje last van je rug, hè, vriend? Ja, ik weet niet wat ik heb. Ik loop een beetje moeilijk. Ja, ik heb niet allemaal leuke dingen meegemaakt deze week, maar... Dat hoort ook bij het leven. Dat hoort ook bij het leven, Kok. Gelukkig. Ja, het kan beter een bruiloft vieren, zoals gisteren in de stad. Ja. Hè? Ja, zakjes in weer. Ja, en op Venlo, de Limburger en alleen... Nul. Niks zeggen, niks jongens. Over. Niks nee, zeggen. Nee, dat klopt. Maar, ze zijn mooi aangehouden. En, ja, houden we allemaal de mond deeg. Dus, ja. Nee, ik heb deze week ook niet zo heel veel meegemaakt, moet ik zeggen. Het was een rustig weekje. Ja? Ja. Maar die biljarters, die slapen allemaal in Wilhelmina? Die slapen in Wilhelmina, de meeste, ja. Ja, dus dat is toch, hoe noem je dat, bijvangst, hè? Bijvangst is dat, ja. Hé, hey, samen oud, samen toes, die hebben een patiënten gekregen, of niet? Dat zag ik, daar staan nogal wat sponsoren onder, alhoewel het wel veel festivals zijn. Ja, en toen Rutte dinsdag riep die 6 personen, geloof ik, thuis. Ja, ja, ja. Toen had ik echt zoiets van, ja, ze houden ermee op, dan lassen ze af, want kijk... Wat moet je met 6 man, maar wat ik zie is dat het gewoon, heb je telefoon? Ik bel zo even terug, joh. Bel zo terug. Wie is dat dan? Ja, een biljartmaatje. Oké, okay, zit die ook in de uit? Heel even, ja. Dus nou is het samen oeh, 6 man toes. Ja. En dan maar kijken wat ze doen. Ik weet het ook niet. Ja, maar het is ook weer zo krom. En dan stond er van de week in de krant, er waren 3 jongelui in de vliegtuig. Die wilden dat mondkapje niet op. Dan denk ik, zo de mieten ze eruit. Ja. Ja. Hij zegt tegen de jongens, ga lekker op de vleugel zitten. Dat is plek zat. Ja. Ja. Wat verdomme. Ja, luister, het wordt steeds erger. Hoe noemen ze dat? Viruswaanzin of zoiets dergelijks. Ja, maar die regels. Dus kijk je 4 miljoen naar zo'n uitzending van Rutte. Ja. Maar de regels begrijpen ook krom als wat. Ik bedoel, nou moeten we hier ook bij de Agen mogen we ook weer een briefje invullen. Ja. Maar ga jij dadelijk naar de supermarkt, hoef je niks in te vullen. Hoef je niks in te vullen. Dus dat klopt gewoon. Ja, en ik kan me voorstellen dat jeugd op een gegeven moment denkt, jongens, de groeten allemaal. Hé, hey, kunnen die erachter niet overnemen? Praat harder als wij. Ja, ja, ja. Hé, hey, nou hebben ze ook nog. Ja. 2 bordelen gesloten in Venlo. Oh, ik ken nou helemaal nergens meer terecht. Hoe ben je erachter gekomen? Ja, ik stond voor de deur toe. Ja. John Keulert zou zeggen café de toe. Ja. Tja, de burgemeester. Nee, dus sluit het dan die burgemeester. Ja, dat kan niet goed, hè? Die sluit alles. Volgens mij heeft hij overal een sleutel van. Ja, dat is de grote sleutel. Ik moet er eens opletten dat dit bij mij niet voor de deur staat. Oh, Kok. Jongen. Dus. Ja. Ja. Volgens mij. Oh ja, we hebben geen opgaves deze week van Kameraad van de Week. Nee. Dus mensen, als u voor de volgende week weer suggesties hebt, benader ons even en laat het even horen. Ja, stuur even een appje of zo. Ja. En dan, als je nou iemand hebt die nu doet veel voor de samenleving, want daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het om, ja. Ja, ja. Ja, dus onze oosterburen komen weer in grote getalen. Ik zie het. Ik zag dat die Robert hier, die is 3 weken op vakantie geweest. Twee weken. Ah, de jong ziet er goed uit. Ja, volgens mij is hij er goed uit. Ja. En gisteren heb ik George hier af, had ik dat al gezegd, ook gezien. George Peters, die heb ik van de week ook gesproken. Ja, die was. Die gaat volgende week weer fulltime aan de gang. Ja, ik vond hem ook dat hij er patent uitzag. Dus ik hoop dat die. Want daar hoorde ik de meest wilde geruchten over, maar. Ik denk niet dat dat... Onze grote kijker die net even jou een messenger stuurde, weet ook alweer. Theo Leen, hè? Die is toch op tijd op 's morgens, hè? En die wordt deze week 80 jaar, hè? Dat geef je die man toch echt niet, hè? Aanstaande donderdag, Theo,
80 jaar. Deed je alvast proficiat. Het is dat hij al 5 keer kamerad van de week ja, anders hadden we hem zeker kamerad geweest. Ja. Maar ja, die heeft ook niet echt gewerkt in zijn leven. Hè. Dus dan word je ook oud, hè. Nee, nou, Theo. Zo kan hij wel weer. Ja, ja. Maar Theo, ook voor jouw geld. Hè. En dan komt gewoon de spreuk eraan. Ik ben dat hele gedonder met dat COVID-19 wel een beetje zat. Dat gedonder. Maar met z'n allen krijgen we het er makkelijk onder. Joep, joep.